Yo, kijkers van je kanava Rido 15. En ja, zoals je kunt zien, ik heb mijn haar geknipt. En ja, ik vind het best wel chill eigenlijk. Ik had hier meestal als ik een petje ging dragen, dat ik hier tenminste altijd het haar uitsteken en dat soort gedoe. Maar het werd gewoon tijd dat ik even mijn haar ging knippen. En nu kan ik gewoon normaal even lekker gewoon een petje op doen, weet je. Ja, fresh. Lijpe shit. En ja, vandaag is het een cool video, dus zoals gewoonlijk. Ik weet niet hoe ik mijn haar moet doen. Nou ja, ik doe mijn pet. Nou ja, hoe dan ook. Ja, let's go to the video. Oké, ik heb hier mijn iPad bij me. En ja, de crew hier. Ik zet hem even zo natuurlijk. Jullie meekijken, want nou ja. Ja, 1000 members. Beetje focussen, ja. Nou ja, 998 members, want ik heb even een paar mensen gekikt omdat ze niet actief waren. Want het is een beetje lullig. Ja, zoals ik al zei in een paar andere video's. Ja, het is gewoon lullig als als er geen ruimte is, om het zo te zeggen. Want ja, een paar vrienden van Rambo, die wouden er ook bij. Het staat hier volgens mij. Even kijken. Rambo, waar sta je? Oh, hier, ja. Yes, nu kunnen mijn vrienden in de crew zijn. Nou, daar heb ik erop gereageerd natuurlijk. En ja, het is sowieso leuk als, als zijn vrienden er ook bij komen. En de inactieve mensen moeten er helaas uit. Sorry daarvoor. Want ze moeten natuurlijk ruimte hebben. En als je ziet, nieuwe crewkleur. Hot pink, want veel mensen die willen zo graag hot pink op een auto. Dus hebben ze vandaag de kans om die te doen op een auto. Gastjes. Emblem was ook even deze week veranderd naar het geile wijf van GTA San Andreas. En ja, we hebben trouwens. Gaan we even naar Manage Crew. Oh, wauw. Zie ik hier zo 1000 members en met een andere pagina. Oké, okay. Nou ja, oké, okay. Leuk. 59 representatives, 7 commissioners, 12 luitenants en muscles 931. Even kijken. Ja, de representatief gasten. Dit zijn ze. Scrollen verder. Ja. Nou, een beetje af en toe blijft hij hangen, weet je. Nou ja, voor de mensen die vandaag voor het eerst video kijken. Je kan, in de crew hebben als je wil. Hier is even mijn telefoon erbij pakken, momentje. Nou, dit is de crew app. Alleen maar onzin wordt er gepraat af en toe. Nou ja, niet alleen onzin, maar echt, nou ja, ik had 211 berichten. Toen ik laatst ging kijken. Nou ja, maakt niet uit. Ja, dit is de crew app, Dutch's crew app. Als je erbij wil, je bent welkom natuurlijk. Dit is sowieso genoeg plaats voor iedereen. Hier, yeah, shout-out naar iedereen. Nou ja, dit is de crew app, super veel mensen zitten erin. En nou ja, je kan erbij sowieso, je bent welkom. Wauw, Jaffy. Oh, wow. You never be a fake. I got you. Nice portal. Dun, 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 dun. Oké, laat me stop. Nou ja, deze was even gedemoed, geen crew tag. Gefeliciteerd, Boateng, shoutout. Gefeliciteerd, Ashraf. Gefeliciteerd, Jewel. Gefeliciteerd, Davy. SOS Taco, ja, sorry man. We moeten helaas actief blijven. Maar toen zag ik dat je ons ging uitschelden, dus fuck jou hierbij. Suck your mom. ja, deze moest er ook even uit. Ja, voor de rest is het eigenlijk niet echt veel te melden. Oh ja, de crewpagina natuurlijk. Gaan we even naar de crewpagina. Oh, muziek is weg. Oh, jammer. 136 likes op de crewpagina. Kan je checken. Like op de pagina sowieso. deze foto, wauw. Oh, geniaal. Nou ja, ja. Deze gast vroeg om in nog. Jozef, samenwerken met onze crews.
Ik heb ook een FB-pagina. Lekker boeiend. Maar wanneer ik kijk naar die crew, er zit maar letterlijk 36 mensen in. Denk je echt zo van, what the fuck, dude? Waarom zou ik met jullie samenwerken? Dutch was sowieso een solo crew, weet je. En ja, sowieso, we werken niet samen met andere crews. We zijn meestal gewoon standaard solo. We doen ons ding, weet je. En ja, spot niet met ons. Spotje met één van ons, spotje met ons allemaal, weet je. Dat is het gewoon. En ja, deze gasten denken dat ze echt alles zijn. Gewoon fucking zielig. Oh ja, wacht. Laat me ze even opzoeken, jongen. Laat me ze even opzoeken. Even kijken hoe ze eten. Ze denken dat ze ons even belachelijk kunnen maken, maar ja. Dutch Pro Races. Nee, wacht. Wat was nou? Hoe heette die gast ook weer, man? Het was nog zo'n klein grappie die me nog een berichtje ging sturen. Die dacht echt zo, ja, dat die. Even kijken, man. Even denken hoor. Momentje. Oh ja, ik heb ze gevonden. Fucking skere crew, jongen. What the fuck? Oh mijn god. Ze worden zelfs helemaal uitgeschopt door Eline en zo. Hey, dit vind ik sowieso rocken. Hey, what the fuck, Mr. Dons, man. Die hoort bij ons, hè? Ja, ze verpest wel met. Ze schuilt wel met kanker, nou ja. Dat snap ik, Mr. Dons wel. Oh! Wauw, lekker! Mr. Young Stoner, shout out naar jou! Oh! Nee, maar dit is echt een poepcrew, man. Kijk dit! The fuck, Mr. Dons, man. Staat hij nou aan onze kant of. Nou ja, het is echt een skeercrew. Fucking priest, man. Kijk die leider, man. What the fuck is dat nou weer voor naam? Even focussen. GTA 4 Boy 043. What the fuck? Wauw, ah, zo triest man. Nou ja, het is de skeerste crew van Nederland volgens mij. Join hem echt niet zo. Ah, fucking triest man. Je denkt nou van, ja, waarom maak je die crew nou belachelijk? Nou, hun begonnen ons met uitdagen. Serieus, ze zeiden van, ja, kom een crew battle. Maar ja, één crew battle maar met hun, maar niemand actief bent. Dus waarom zou je een crew battle aangaan met die gasten man? Echt zielig. Nou ja, wij hebben 1000 members. Even kijken wie er wil joinen. Dan maken we even snel weer ruimte. Dit was even de crew video. Ja, de crew color is even hot pink voor de mensen die shit nog niet gelokt hebben. Grijp je kans vandaag. En ja, ik weet niet waarom ik zo vaak en zeg. Dat is zo irritant, man. Nou ja, dit was even de crew video. Shout-out naar iedereen die voor de crew opkomt. Shout-out naar iedereen die zijn vrienden laat joinen. Maakt niet uit, iedereen. Bedankt voor het kijken van de video en ik zie jullie morgen. Oh ja, en wens me alsjeblieft succes, want ik ga de hele week voor mijn heftruckcertificaat, man. Dus morgen begin ik al. Dus echt, wens me alsjeblieft succes. Ik hoop dat ik het gewoon haal, die shit, man. Echt waar. Ik hoop het echt. Maar ja, ik doe even mijn petje op. En ik zie jullie later. Yo!